Even kijken wat is hier gaande. Politie. Oh shit, word ik straks aangehouden zeker? Niet. Twee man politie. Nou, we jagen gewoon door. Komt toch niet achter mij aan. Toch? Nee. Oké. Later. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben weer op het UWV en dat betekent dat we weer even een baan gaan uitlichten. Wat jullie misschien ook opvalt is dat er een nieuwe hut is of een GUI, hoe jullie dat ook noemen in de volksmond. Dat betekent dat je, als je bijvoorbeeld links onderin kijkt, zie je dat er een andere minimap is, andere icoontjes. En ook een aantal nieuwe banen. Dus we gaan toch nog een keertje nu. Een nieuwe baan is trouwens boer. Een fruitteler, die ga ik nog wel een keertje uitlichten. Maar ik ga toch nog een keertje de vissersbaan proberen uit te lichten. Want ik heb een idee hoe je die kan doen. Ik ga openen even de map. De kleedkamer die zit hier. Dus dat is gewoon het kleedkamer icoontje. Trouwens het haakje, dat is überhaupt het icoontje voor de visserij. Je hebt een kleedkamer. Dan heb je hier bovenin het visgebied. En dan zou je hier dus je boot kunnen halen. Alleen het probleem was dat je dus je boot daar niet kon halen. Er spawnde überhaupt geen boot. Dus ik heb een ideetje. Ik heb inmiddels al een boot gekocht. Dus om deze baan te kunnen doen moet je überhaupt wel een boot hebben. Laten we daar even van uitgaan. Die boot kan je hier halen. Wat is hier trouwens? Dit is de... Oh, dit is het afleefpunt. Oké. Hier kan je de boot kopen. Trouwens bij dit witte icoontje. Dan kan je je boot in de garage hier opslaan. En wat ik nu ga doen is mijn boot ga ik even ophalen. Die heb ik hier opgeslagen in deze garage. Dan ga ik hem uit de garage halen. Ga ik hem op het water achterlaten. En dan ga ik vervolgens helemaal hierheen rijden. Zodat ik hem daar kan inpounden. Want ik heb daar eventjes gekeken op die locatie. En ik kon daar niet duidelijk de garage vinden. En om nou zeg maar dit hele stuk van hier helemaal zo eromheen... En dan helemaal hierheen te varen vind ik ook een beetje duf. Dus ik ga nu naar deze plek toe. Kijken of ik daar mijn boot kan ophalen. Laat ik hem dus achter op het water. En dan probeer ik hem te inpounden daar op de vissersplek. Het is uiteraard niet het meest efficiënte. Maar het is toch wel leuk om even te proberen. Nou, ik ben al op het UWV. Dus daar heb ik al mijn auto staan. En dan kan ik gewoon even rustig mijn wagen pakken. Even kijken. Gaan we met de C8. En dan gaan we die kant op. Even kijken hoe ik daar precies kom op bij de haven. Even naar beneden toe. Hup, daar staat hij. Oh, ik reed al door. Dat is niet zo handig. Ga ik ook nog de verkeerde kant op? Nou, dik prima. Ik denk dat ik die recording maar even stop. Want het is gewoon even een stukje heen en weer rijden. En ik rijd trouwens ook niet de goede kant op. Dus dan duurt het helemaal ellendig lang. Alhoewel, dit is maar 2,6 kilometer. Dus ik laat hem toch wel even aan. Als ik dan straks dat hele stuk naar boven rijd. Dan zet ik hem wel eventjes even uit. Ik heb overigens de baan wel gepakt bij het UWV. Maar ik ben nog niet echt in dienst. Daarvoor moet je eerst naar de kleedkamer. Dat kan ik ook meteen wel even doen. Even kijken, zit hij een beetje op de route, de kleedkamer. Oké, laten we eerst de kleedkamer pakken. Die zit hier. Dan gaan we daar even snel heen. Dan ga ik daar naar mijn boot halen. En dan gaan we eens kijken of we het op deze manier kunnen trucken. Het zal niet het meest efficiënte zijn. Het is sowieso niet efficiënt dat je al een boot moet kopen. Ze kunnen beter gewoon die baan fixen. Maar dan kan ik toch eventjes die baan laten zien. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat dat nou verdient. Want als het nou gewoon in één keer ziek veel verdient. Ja, dan is het misschien toch wel de moeite waard om eventjes voor 10 tot 35k een boot te kopen of zo. Als je dat zo weer terug hebt verdiend. Even zien, die kleedkamer die moet hier ergens zijn. Oh, kijk, daar zie ik wel een icoontje, dus dat is top. Zien, werkkleding. Oké, de werkkleding is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik zie daar nog wat cirkels, een gele en een rode. Dat is om een voertuig te pakken. Nou, dat ga ik dan niet doen, want ik ben met dit ding gewoon veel sneller. Plus, ik ga de baan alleen even uitleggen. Ik ga hem niet grinden. Dus het heeft voor mij geen zin om nou met zo'n langzame vrachtwagen te gaan rijden. Even zien hoor. Dit is dan nog 1,1 kilometer. Nou, dat moet lukken. En in een vervolgvideo ga ik dus eventjes de boerbaan uitlichten en de fruittelenbaan. En die baan als boer ga ik samen met Rob Banks doen. Tenminste, ik vind dat hij Rob Banks heet. Ik vind Banks een beetje, ik weet niet, de Nederlands. Hij is boer hier überhaupt in game samen met Marie, als ik het goed uitspreek.
En zij kunnen mij ook goed helpen, want zij hebben ook trekkers. Dat is sowieso vet lachen. Even kijken hoor, hier ben ik op die plek aangekomen. Wat ook een beetje lastig hier is, dat je niet heel goed concreet kan zien waar je je boot kan halen. Maar volgens mij zit die cirkel hier ergens verborgen. Kijk, je ziet het linksboven. Druk op de muisknop 5 om uw vaartuig uit de garage te halen. Nou, dat gaan we dan doen. Oké, okay, dus heb ik deze boot. En die ga ik nu eigenlijk gewoon hier op het water dumpen. En wat ik dan nu ga doen is vervolgens helemaal naar boven rijden. Om dan te kijken of ik daar mijn boot kan inpounden. Dat zou wel mooi zijn. Het is totaal niet praktisch. Al denk ik wel. Nou dat weet ik dus niet. Ik kon dus niet de plek vinden daarboven waar je je boot echt uit de garage kan halen. Dus dan heb je hem daar straks wel geïmpound. En dan wil je het misschien een tweede keer doen. Maar dan weet je niet zo goed waar het startpunt is. Ik zal er nog wel eens wat vragen over stellen misschien. Of misschien weet iemand het. Waar überhaupt wel het startpunt is. Want ik zag ook niet, zoals je hier net die rode cirkel zag, waar je je boot dan weer zou kunnen inleveren. Even zien, zijn we weer het water uit. Goed, ga ik nu in ieder geval die route helemaal naar boven instellen. Dat ga ik dan niet helemaal opnemen. Dat is een beetje duf. En dan zeg ik tot zometeen als ik daar ben aangekomen. Dan gaan we eens even kijken of of mijn plannetje gaat werken. Yes, we zijn aangekomen op de visserslocatie. Waar is dat dan op de map? Waar is dat ook alweer? Dat is helemaal hierboven. En ja, jullie zien een aantal cirkels. Die rode is waar je je boot zou in moeten leveren. Die gele is waar je je boot kan oproepen. Alleen dat werkt niet. Dat kan ik nog wel eventjes demonstreren. Maar geloof me maar, het werkt gewoon niet. Ik roep nou mijn boot en er gebeurt niks. Als je op een andere server speelt, dan komt er dus een boot. Die spawnt daar gewoon en dan kan je gaan vissen. Nu heb ik het proberen te trucken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar in de verte zie je een geel. Wat is het? Een gele cirkel hier dus. Dus ik hoop dat ik hier mijn boot dan kan inpounden. Voertuig. Geen voertuigen. Ah, dat is jammer. Dat zou dus betekenen dat als ik dit wil doen, dat ik gewoon dat hele stuk moet gaan varen hierheen. Nou, oké, okay, laten we dan ga ik dat toch doen. Want ik wil dit eigenlijk toch wel eventjes uitlichten. Ik ga gewoon weer terug naar de plek waar ik mijn boot heb achtergelaten. En dan ga ik gewoon dat hele stuk, dus van hier, helemaal zo varen. Helemaal hier langs, helemaal hier. Om uiteindelijk gewoon ook meteen hier maar heen te gaan. Om dan die vissersbaan te kunnen doen. Ja, totaal niet ideaal, maar ik wil toch even kijken hoe ik dit dan leuk neer kan zetten en of het überhaupt wat verdient. Want als het echt nou fucking veel verdient, maar ik ben ook bang van niet, dan loont het misschien toch wel om zoveel moeite erin te stoppen om deze baan te kunnen doen. Dus ik ga weer terugrijden naar de plek waar ik vandaan kom en dan zien jullie mij daar ook weer. Want ik ga dit niet recorden, het is echt heel duf. Dus tot zo. Oké, ik ben weer in de haven aangekomen en je ziet dat mijn boot daar nog ligt. Het gaat trouwens wel een beetje een lange zit worden. Want ik moet dus helemaal daarheen varen. En ik moet eigenlijk ook weer helemaal terugvaren. Want ik heb hier mijn boot staan. Oh, dat ging soepeltjes. Dus je bent wel eventjes zoet hiermee. Onthoud ook dat als je een boot hebt, dat je er wel mee moet tanken. En je kan niet zeg maar even langs een tankstation gaan. Zoals met de auto wel kan. Je moet dus een jerrycan meenemen. En dat is misschien wel een goede tip. Ik heb volgens mij in deze boot. Even kijken als ik in mijn kofferbak kijk. Ja. Heb ik geen jerrycan zitten? Oeh, dat is matig. Ja, dit is heel matig. Nou goed, maakt niet uit. We gaan kijken hoe ver we komen. Mijn tank is redelijk vol. En ja, het is nu gewoon een kwestie van heel duf. Hier helemaal omheen. Helemaal hierheen varen. En dan gaan we eens even kijken of we überhaupt wat vis kunnen vangen. Want als dat dan ook niet zou werken. Oh, dat zou wel een beetje minder zijn. Maar goed. Laten we het nog steeds positief benaderen. Het is een beetje omslachtig wat je moet doen. Je moet echt de knijters enten die kant op. Maar goed, we hebben het ervoor over. Hè. We gaan alle banen gaan we gewoon even doen van het UWV. Dus ook deze baan. Ja, moet wel weer een heel stuk varen. Ik kan niet zo goed zien hoe lang dit varen is. Maar ik gok dat je hier toch wel even 5 minuten zoet mee bent. Vooral ook omdat je dus over het water gaat. En die is, zoals je ziet, niet zo vlak als de weg. Veel golven, dus je springt veel op en neer met je boot. Is op zich wel leuk. Maar levert ook gewoon tijdverlies op. En daardoor kan je gewoon niet maximaal hard varen de hele tijd. Dus ik stop hem weer eventjes. En dan hoop ik dat ik jullie zo meteen kan laten zien dat je daar ook echt kan vissen. Dat zou wel echt top zijn.
Oké, in tijd heeft mij dit ongeveer 5 minuten gekost. Dus het valt op zich wel mee. Wat me ook opvalt is dat mijn tank van mijn boot gewoon nog steeds vol zit. Dus ik weet niet of dat gebukt is of dat ik gewoon mazzel heb. Maar het lijkt er dus op dat je dit prima kan doen. Het is alleen, het kost wel veel tijd. Ik zie nu dat ik hier kan gaan vissen. Dus laten we dat eens proberen. Je moet uit het voertuig zijn. Oké, maar zou ik dan gewoon kunnen uitstappen misschien? Oh, fuck, dat werkt nu niet meer. Dan moet ik opnieuw even die cirkel in. Oké. Even zien hoor. Die cirkel is ook wel groot trouwens, ja. En normaal gesproken heb je dus echt van die mega grote slagschepen. Dus dan is de cirkel weer minder groot. Maar voor nu lijkt dit denk ik wel te gaan werken. Eens even kijken. Ik ga nu uit mijn boot. Ik ben niet ver genoeg in de cirkel, want ik krijg de melding niet. Wat is dit? Oké, ik ga iets verder de cirkel uit en dan ga ik er even opnieuw in varen. Want ik denk dat hij niet goed geregistreerd heeft dat ik weg geweest ben. En dat ik toch echt wil gaan vissen nu. Gebeurt trouwens wel eens vaker, heb je met mijn werker ook wel eens. Als je dan zo'n cirkel ingaat, dan registreert hij niet helemaal goed dat je wil gaan werken of zo. Loopt er dan even uit. Kijk, zoals nu zie je het weer. Loop er dan dus even uit en ga er dan opnieuw in. Dus ik ga ja, uit mijn boot en dan ga ik nu vissen. Oké, oh, plus 1 vis. Hé, er gebeurt dus daadwerkelijk wel wat. Even kijken hoor, ik heb 3 vis. Er zit ook een icoontje bij, dus dat is mooi. Ik weet niet hoeveel vis ik mee kan nemen. Maar laten we eens even kijken bij waar die stopt. Ik zit nu op 8, 9, 10. Oh, dan kan ik eigenlijk best wel ziek veel meenemen. Dat is meer dan bijvoorbeeld bij mijn werker. Daar moet je echt telkens om de 7 stenen. En met kippen is het ook volgens mij om de 10 of zo. Dus dit is bij hout trouwens ook zoiets. Dus dit is ja, positief. Ik zit al op 20. Nou, dat gaat hartstikke goed. Als ik kijk naar hoe snel hij oploopt, mijn voorraadgewicht, valt dat ook reuze mee. Ik cirkel het eventjes met mijn muis. Ja, laat ik gewoon even kijken of ik bijvoorbeeld 100 mee kan nemen of zo. Het gaat wel lekker snel en dan verdien ik er toch ook nog wat aan. Want ja, het is best wel een pokkenend hierheen varen dus. Kost mijn tijd, wil ik er ook wel wat aan overhouden. En het ziet er nou uit dat het echt gewoon redelijk goed gaat. Ik heb al 31 visjes. Gaat lekker. Ik ga hem wel even stoppen, want dan hoeven jullie niet de hele tijd te wachten. En dan als ik de 100 heb, dan ja, ga ik weer terug. Ik ben bijna weer in de haven waar ik mijn boot ga ja, neerleggen, zeg maar. Waar ik ga aanmeren. Dat is misschien een beter woord. Ik zal ook even laten zien dat ik die 100 vis heb. Kijk, dat is ook trouwens het maximum. Als je meer wil, dan zegt hij. Je hebt het maximum bereikt voor deze job of zo, weet je wel, zoiets. Dus je kan niet meer bijdragen, weet ik dat allemaal. Wat ik me wel afvraag als ik op de map kijk, is: je hebt een viskleedkamer, je hebt het visgebied en je hebt het afleverpunt. Dus ik hoop dat ik nu dan die levende vis ook meteen zo kan inleveren daar. Want anders moet ik dus nog even op zoek naar een plek waar je vis kan verwerken. Ook dit zie je weer niet goed, maar dit is de plek waar je je boot kan opbergen. Let er wel even op dat je in het water terechtkomt. Dus je moet wel naar boven zwemmen, anders verzuip je. Hoop ik ook nog trouwens dat mijn auto er staat. Zou ook wel chill zijn. En dan gaan wij eens eventjes kijken of we naar die afleverplek kunnen. Om ja, daadwerkelijk vis te gaan verkopen. Ben ik ook heel erg benieuwd wat mij dat oplevert. Even kijken, die plek is hier. Ik heb er dus 100 mee. Wat? Waarom is mijn auto stuk? Oké, dus niet genoeg AWB in dienst, dus ik kan hem gelukkig zelf repareren. Dat is toch wel raar. Ik kom hier aan, is opeens mijn auto gewoon kapot. Dat zal. Ja, stukje rijden, 3 kilometer zie ik. Zal niet zo heel lang duren, dus ik laat de opname wel eventjes doorlopen. Moet wel een beetje voorzichtig rijden, want ik ben dus weer kapot anders. Hoe weet je nou of je zelf wel of niet repareer kan doen? Nou, als je op delete drukt, zie je rechts dat sleuteltje 0/1. Dus er is één iemand die de ANWB-rol heeft online, maar die is niet in dienst. Er moet minimaal 2 man in dienst zijn, wil je niet meer slash repareer kunnen gebruiken. Of je auto moet echt volgens mij helemaal total los zijn, geloof ik. Maar dat was mijne niet.
Dus ja, het is een handige tip. Kan je zelf je auto repareren. Hoef je niet altijd op de ANWB te wachten, want die rijden alleen maar als je nette meldingen maakt. En 9 van de 10 mensen maakt geen nette melding. Je kan trouwens ook repair kit kopen, kost ongeveer 2K gemiddeld. Bij de ene kost het 2200, bij de andere 1950 euro of zo, zoiets. Dus dat is ook een optie, kan je altijd zelf je auto repareren. Nou, dit is toch nog wel een aardig slingerweggetje. Ik ben niet zo goed in rijden, merk ik. Merk ik, merken anderen ook. Ik rij ook vaak tegen het verkeer in, zoals nu. Dat is niet altijd de bedoeling, is ook niet altijd even netjes. Maar ja, ik ben niet heel veel beter dan dit, helaas. En het is nu nog redelijk rustig, dus ik denk niet dat ze het heel erg zullen vinden. Even kijken, waar moet ik dan heen? Oh, hier is de afleverplek. Oh, die cirkel is een soort van in de lucht. Ben benieuwd. Oh, wat? Hij crashte dus op het moment dat ik met mijn auto de cirkel aantikte. Dus ik ben naar het UWV opnieuw gegaan. Ja, dat betekent ook dat ik mijn auto uit de inbound moest halen. Ik heb voor het gemak even een andere auto meegepakt. Ik ben net op een fiets geweest. En ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar je ziet echt nog de hele tijd links in beeld de melding dat ik niet op een fiets zit. Ja, snap ik. Ik zit in een auto. Dus ik weet niet helemaal wat daar misgaat. In ieder geval heb ik mijn Maserati gepakt. Of Maserati, hoe jullie het willen uitspreken. Ik vind het allemaal prima, jongens. En ik ga weer richting de ja, kleedkamer van de visser. Ik heb gelukkig nog wel mijn 100 vis. Kijk, die heb ik nog. Ik ga me weer opnieuw omkleden. En misschien kan ik hier dan ook meteen even checken of ik het nog moet verwerken of zo. Want ik was eigenlijk wel in de veronderstelling dat je nog iets meer moest doen dan daadwerkelijk dat vis. Ja, gewoon vissen zeg maar. En dan voor de rest niks. Ja, ik denk die gele cirkel daar is volgens mij je auto pakken. Of een busje krijgen. Even kijken hoor. Ja, werkvoertuig ophalen. En dan kan je hier denk ik je werkvoertuig inleveren. Nou, dat zie je nou niet, maar ik denk wel dat dat zo is. Dus dan ja, moeten we maar weer richting dit afleverpunt. En ik hoop nou dat ik niet crash, want op het moment dat ik die cirkel dus aantikte met mijn auto om vervolgens te proberen te gaan verkopen, liet dat ding vast. Een beetje zuur. Maar ja, het zal gewoon toeval geweest zijn. Het zal niks te maken hebben, hoop ik, met de vissersbaan. En dat ja, kunnen we nu misschien gaan uitsluiten door het even met een andere auto ook te proberen. En dan ja, hopelijk gaat dat dan goed. Holy shit, ik ben echt slecht met deze auto, jongen. Nou, ik zeg er gewoon, dit hoort erbij, zo wilde ik. Mijn auto is gelukkig ook nog helemaal heel. Even kijken, wat is hier gaande? Politie. Oh shit, word ik straks aangehouden zeker? Niet. Twee man politie. Nou, we jagen gewoon door. Komt toch niet achter mij aan. Toch? Nee. Oké. Later. Nou, dan gaan we. Ik zeg, ik reed wel door rood, maar volgens mij waren ze gewoon zo druk met die andere gast dat ze dat niet gezien hebben. Even kijken hoor, wat. Hoe lang moeten we nog? 500 meter, zegt hij. Oh, dat is. Ik zie hem ook al op een map, inderdaad. We zijn er bijna. Dat is dikke prima. Volgens mij hier. Ja, die cirkel zit dus in de lucht. Ik ga het weer proberen. Als ik weer een zwart scherm heb, het zal wel minder zijn. Oké, daar gaan we. Oh, oké, er gebeurt niks. Druk op muisknop 5 om vis af te leveren. Vis min 1. Oké, even kijken. Hoeveel is 1 zo'n vis dan? 11. Oké, 1 zo'n vis is 11. Dus als je 100 vis hebt, 100 keer 11, 1100. Ja. Sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is niet echt de moeite waard, toch? Moet je zoveel moeite doen? En dan uiteindelijk heb je ook nog best wel een karig loontje. Maar het zou dus wel goed kunnen werken als ze dus die boot fixen. Als je daar op een of andere manier met je bestelbus kan blijven op slot kan zetten. Dat je ook telkens met je boot heen en weer kan. Dat je het in die bestelbus kan doen. Dan zou je misschien echt wel 1800 vis of zo kunnen meenemen. En dan zou het wel weer heel erg interessant zijn. Dus ik denk dat deze baan nog een beetje fine-tuning nodig heeft. Ook omdat je dus hier niet je boot kan pakken.
Maar je kan hier ook niet een andere boot opslaan, want er is alleen maar hier zo ergens een gele cirkel dat je hem uit de inbound kan halen, maar er is nergens een groene cirkel of een rode cirkel waar je dan je boot vervolgens ook echt uit de garage kan halen en hem ook weer netjes kan terugzetten in de garage. Dus ik denk dat dit wel wat fine-tuning nodig heeft. Ook vraag ik me in godsnaam af waarom ik nou nog steeds die melding van die fiets in beeld heb. Maar laten we zeggen dat het misschien met de update te maken heeft en dat er nog wat dingetjes zijn die gefine-tuned moeten worden. Dan wil ik jullie voor nu hartelijk bedanken voor het kijken. Ik laat dit gewoon lekker doorgaan, want dan heb ik mijn vis in ieder geval verkocht. En dan zien jullie mij terug bij een volgende video. Dan ga ik fruit telen doen. En daarna ga ik dus boer doen. En dat ga ik samen doen met Rob Banks. En die heeft een dikke John Deere, ja. En dan kunnen we dat dus even mooi doen. Lijkt me hartstikke mooi. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Hele dikke, vette doei!